Een belangrijke bondgenoot. Meneer Van der Lee nog op reageren? Ja, ik zie wij zien de geschiedenis anders. Dit traject loopt al veel langer. En er zijn in mijn ogen al eerder kansen gemist om dit fatsoenlijk te regelen. En het is te lang vooruitgeschoven en daar is deze nieuwe ontwikkeling bijgekomen. Dat geef ik toe. Maar ja, het is ook de Nederlandse staat zelf geweest die zichzelf klem heeft gezet. Door zelf niet die investering te willen doen. En andere oplossingen niet tijdig heeft uitonderhandeld. Meneer Alkaya heeft ook nog een interruptie voor u. Voorzitter, ik ben net zo kritisch als de heer Van der Lee als het gaat om de verkoop van de energiebedrijven. Dat zei even tussen neus en lippen door aan de Zweden, aan de Japanners, aan de Duitsers. Maar er is toch een wezenlijk verschil tussen het verkoop van energiebedrijven, van energieopwekkingsinstallaties die in Nederland staan, en de verkoop van een deel van, van de infrastructuur in het buitenland? Of maakt dat voor de heer Van der Lee niet uit? Nou kijk, als je kijkt naar de noodzaak, vind ik, van dit zo geïntegreerd mogelijk houden. De grootste noordwestelijke Europese industriegebieden liggen in Nederland en het westelijk deel van Duitsland. Daar ligt de grootste opgave als het gaat om CO2-reductie. We hebben vanwege de Oostzee en de Noordzee enorme mogelijkheden om wind op zee te creëren. Dan heb je een hele sterke netbeheerder nodig. En dat is Tennet. Die heeft al heel veel kennis en kunde. Is een marktleider, mondiaal op dit terrein. En dat gaan we nu op het spel zetten. En wij zijn economisch heel erg afhankelijk van Noord-Rijn-Westfalen. Dat is hoe de geografie en de infrastructuur, ook door onze mainports en de verbinding met dat Duitse achterland, door decennia in het Rijnlandse model gegroeid is. Dus ik snap niet waarom het verstandig is, nee, het is heel onverstandig om daar nu weer een splitsing tussen aan te brengen. En dan wordt er gezegd, ja, dat gaan we met samenwerkingsafspraken wel oplossen. Ja, sorry, maar ik geloof het niet. Je gaat twee concurrenten creëren en die samenwerkingsafspraken zullen op papier er leuk uitzien, maar in de praktijk gaat het anders lopen. Omdat we zien hoe groot de opgave is in die energietransitie en er wordt gevochten om mensen met technische kennis. De prijzen zullen sowieso stijgen vanwege de hoge vraag. En dat gaat allemaal doorvertaald worden in extra hoge tarieven voor de Nederlandse consument en de Nederlandse bedrijven. Terwijl we nu, door die grote schaal en het dividend dat we verdienen, ook aan activiteiten in Duitsland, mede daardoor die kosten enigszins kunnen drukken. Want hoe dan ook lopen ze op, want we moeten heel veel extra infrastructuur gaan bouwen de komende jaren. Maar die kunnen we wel terugverdienen als we een sterk Tennet houden. Meneer Alkaya? Ja, voorzitter, de heer Van der Lee is gepassioneerd over zijn standpunt. En ik bedoel, dat begrijp ik helemaal. Alleen mijn punt was, er is een verschil tussen het verkopen van zaken die behoren tot onze eigen infrastructuur, of zaken die behoren tot infrastructuur in andere landen. En ik vroeg me af of daar de heer Van der Lee dat onderscheid ook maakt, of dat hij dat onderscheid niet maakt. We hebben het bijvoorbeeld ook over, als het gaat over NS en Abellio, het afstoten van onderdelen die in het buitenland zitten. En we hebben het heel vaak over staatsdeelnemingen in Nederlandse handen, waarvan we kritisch zijn op activiteiten die ze in het buitenland verrichten. Dus ik vroeg mij af, maakt de heer Van der Lee dat onderscheid ook als het gaat om infrastructuur en het hoogspanningsnet? Of is dit een uitzonderingsgeval voor hem? Meneer Van der Lee. Nou ja, het is voor mij niet per se een uitzonderingsgeval. Maar ik constateer wel dat hij om heel veel redenen heel strategisch is en bovendien geld oplevert. Terwijl ik zie ons ook participeren in staatsdeelnemingen die en niet strategisch zijn en niet bijdragen in de energietransitie en nog verlies leiden ook. Dus in dat opzicht maak ik wel onderscheid. En dan vind ik dit er nou juist eentje waarvan je zegt, die moet je vooral overeind houden. Want daar heb je alleen maar voordelen van. Dank u wel. Dat brengt ons bij de bijdrage van meneer Heijnen. Die spreekt namens de VVD-fractie. Dank u wel. Voorzitter, soms ontstaan besluiten in plaats van dat er expliciet tot iets wordt besloten. Simpelweg door alternatieven te verkennen en weg te strepen. En dat lijkt me Tennet nu ook het geval. Een staat zal nemen dat verantwoordelijk is voor het hoogspanningsnet in Nederland en een deel in Duitsland. En zonder deze infrastructuur kan een moderne economie simpelweg niet functioneren. Maar die economie verandert in hoog tempo. Hoe ons energie produceren verandert. We bouwen windparken op zee. Er liggen steeds meer zonnepanelen op daken. En de vraag naar energie verandert. We rijden meer elektrisch, koken meer elektrisch, installeren warmtepompen. En ook onze industrie schakelt om. Kortom, ons energienet moet klaargemaakt worden voor de 21ste eeuw. En dat kost geld. Heel veel geld. Voor het Nederlandse deel zal het gaan om zo'n 10 miljard en voor het Duitse deel om zo'n 15 miljard. En hoe deze bedragen precies zijn opgebouwd, daar komen we nog apart over te spreken. Ik neem aan dat de minister van Financiën die nog naar de Kamer stuurt als het gaat om die exacte bedragen, als dat geld ook wordt overgemaakt.
Maar de vraag die nu voor ligt is wie al die miljarden ophoest. De eerste vraag die we ons daarbij moeten stellen is wat er gebeurt als we niks doen. Het antwoord lijkt overigens vrij eenvoudig, want Tennet zal overduidelijk minder kunnen investeren. Terwijl we nu al zien dat bedrijven bijvoorbeeld tegen een overvol stroomnet aanlopen. Vooral in Brabant en Limburg zagen we laatst er al veel over, maar het probleem speelt overal. Duizenden ondernemers staan op een wachtlijst om aangesloten te worden. Ze staan in de file en die file lijkt alleen maar toe te nemen als we niet investeren. Nederland loopt dan verder vast, dus niets doen lijkt geen optie. Het lijkt me goed als de minister van EZK dat nog eens helder uitlegt, want in de brief naar de Kamer gaat het natuurlijk gelijk over geld. Maar leg eerst maar eens uit waarom je het geld nodig hebt. Ik zou zeggen, welkom in de commissie Financiën. Voorzitter, wat ook geen optie is, is dat de Nederlands belastinggeld wordt gebruikt om te investeren in de Duitse infrastructuur. Het gaat om enorme bedragen die we in eerste plaats in Nederland nodig hebben voor de Nederlandse infrastructuur. En ook al is onze staatsschuld nog laag, zal het begrotingstekort hierdoor wel oplopen. En dat in een tijd dat het Nederlandse begrotingstekort al veel te hoog is. Nog los van het feit dat we staatsondernemingen met als doel om het Nederlandse publieke belang te borgen. Het doel is niet zo groot mogelijk bedrijf te zijn of winst te maken. Voor u verder gaat, meneer Heijn, heb ik een interruptie. Ja, dus ook deze optie kan worden weggestreept, voorzitter. Meneer Nijboer. Ja, voorzitter, dit vind ik een beetje een platte agenda van de VVD. Want de VVD is in het algemeen best voor marktwerking en marktordening en zo en zo. En er zijn op allerlei terreinen, Franse, Duitse, andere overheidsbedrijven in Nederland actief. Hè? Het spoorvervoer, maar ook in netbeheer en energiebedrijven. Die investeren overal in Nederland. En dan zegt de VVD, nou, daar van harte welkom, want geliberaliseerde markt. En voor Nederland geldt geen millimeter over de grens. Is dat niet een wat... Nou, hoe verhoudt die opstelling van de VVD zich tot elkaar? Als je landen economisch vergelijkt, dan ben ik blij dat ik in Nederland woon en niet in Frankrijk. Dat in de eerste plaats. En als zij willen investeren in Nederland met Frans belastinggeld, dan moeten ze dat vooral doen. Ik kijk voornamelijk hoe wij in Nederland omgaan met staatsondernemingen. En het kader wat wij daarover hebben afgesproken, ook in nota deelneming blijft, vond ik een hele verstandige. Namelijk voorop staat hoe je de publieke belangen borgt. Dat kan via wet en regelgeving, dat kan uiteindelijk via staatsondernemingen. En in de eerste plaats doe je dat gewoon in het binnenland. Daar kan grensoverschrijdende activiteiten zijn als dat voordelen biedt. Maar dat is geen doel op zichzelf. En buitenlandse avonturen, daarvan hebben we ook als commissie Financiën geconcludeerd, dat gaan we niet meer doen. Meneer Nijboer? Ja, voorzitter, ik ben zelf ook best wel kritisch op buitenlandse avonturen, hoor. Vooral van de NS. Dat is ook niet zo'n succes geworden, hè, in Engeland en in Duitsland. Want dan denk ik, ja, wat heb je aan een bus of een trein daar? Maar als je naar Parijs gaat, dan willen we dat allemaal wel graag. Of als we naar Hamburg kunnen, willen we het wel graag. Hè? Dat heeft Nederland ook belang bij. En dat geldt bij energienetten natuurlijk bij uitstek. Dus ik vind daar, zeker de Nederlandse... Dat elektriciteit heb je ook gewoon op het moment... moet dat steeds getransporteerd worden tussen de grote gebieden. Die energieopwekking fluctueert steeds meer. Dus ik vind daar het argument om ook een deel van het net... wat zo verbonden is in Europa, ook in Duitsland te hebben, best wel sterk. En dan vind ik de opmerking van de heer Heijnen... nou, elke euro die we in Nederland investeren moet in Nederland blijven... bij zo'n bedrijf wat groter is in Duitsland dan in Nederland... daar kun je wat van vinden, maar dat is nu zo een beetje plat. Meneer Heijnen. Ja, in die laatste opmerking, die heb ik niet gemaakt. Dat in de eerste plaats. Maar ik snap het dilemma wel, want dit was natuurlijk... überhaupt de reden waarom we ooit wel dat net over die grens zijn gegaan. Vanwege synergievoordelen. En die zijn er ook, dat is evident. Dat is precies de reden waarom Tennet was zoals het was. Alleen de wereld verandert wel. Ik heb er al in mijn bijdrage naar verwezen. Grote investeringen nodig. Daar komt gewoon onlosmakelijk de vraag bij wie betaalt dat. En daar horen dit soort vraagstukken natuurlijk wel bij. De euro kan je maar één keer uitgeven. Dus moet je in eerste plaats ook kijken naar de Nederlandse opgave. En de vraagstuk, en daar kom ik in mijn bijdrage nog bij, al die voordelen die we dus zien om dat grensoverschrijdend te doen, kan het ook op een andere manier georganiseerd worden. En dat is de hele zoektocht. Nou, het kabinet heeft daar een hele brief over geschreven. Ik heb er zelf nog een paar vragen bij hoe we dat nou het beste kunnen borgen. En uit onafhankelijk onderzoek blijkt ook dat veel van die synergievoordelen inmiddels in wet en regelgeving zit. Maar een aantal, ja, daar moet je echt afspraken over maken. En dat is natuurlijk wel echt de vraag die hiervoor ligt. Kan je die voordelen behouden en dan toch in die kapitaalbehoefte voorzien door middel van een verkoop? Mijn bijdrage redeneert daar naartoe. Mocht daar naar aanleiding daarvan nog vragen zijn, dan hoor ik dat natuurlijk graag. Maar meneer Van der Lee heeft nu ook al een vraag voor u. Ja, want ik vind deze positie van de VVD wel heel erg eenzijdig. En ook een beetje in strijd met waar ze altijd voor zegt te staan. Namelijk dat ze iedere lastenverlaging eigenlijk niet wenselijk vindt en liever de lasten wil verlagen. Maar de consequentie van verkoop van Tennet Duitsland is dat de lasten voor de consument en bedrijf omhoog gaan. Dan kunnen we zeggen, ja, als belastingbetaler hoef je geen euro te investeren. Maar je krijgt het gewoon terug als consument. En waarom hoor ik de VVD daar niet over? Want dat is echt... echt het geval. De tarieven gaan omhoog. De kostenbesparingen, dus door de schaalgrootte verdwijnen. Het dividend verdwijnt trouwens ook nog. Dus ik snap dat niet van de VVD.
Nou, dat is een terecht punt, want ook, het is eigenlijk in het verlengen van de vraag van de heer Nijboer. Kijk, die lagere kosten, dat komt door die schaalvoordelen en die synergievoordelen. En dat is dus ook de vraag die in dit debat ligt. Hoe kunnen we zorgen dat die synergie en schaalvoordelen, dat we die in stand blijven houden, ook als je zou besluiten tot een splitsing, zodat die tarieven laag blijven. Dividend vind ik wel een ander verhaal. Dat gaat ervan uit dat dividend tot in de eeuwen vandaag op hetzelfde niveau blijft. Ik denk dat daar wel een risico zit, want als je het net beheert, er zitten natuurlijk ook kosten achterweg. Dat is in de eerste plaats. In de tweede plaats kan ook de toezichthouder in Duitsland besluiten om dat de tarieven aangepast moeten worden, waardoor je het dividend kwijt bent. Dus ik zou niet blind staren op het dividend. Ik zou wel kijken naar die synergievoordelen, inderdaad, om die kosten laag te houden. Dat is denk ik ook de kernvraag in dit debat. Meneer Van der Leyen. Dan moet de heer Heijnen toch, denk ik, ook onderkennen dat die synergieafspraken die je maakt nooit hetzelfde niveau zullen hebben als dat het bedrijf gewoon één geheel is. Ja. Dat kan toch nooit bij elkaar komen? Meneer Heijnen. Nee, en dit moet je dus wegen. Als je hier wat verliest, maar dan moet je ook tegen de kosten zetten die je anders moet maken om te investeren in het bedrijf. En hoe dat saldo precies, dat zal je niet op een dubbeltje kunnen uitrekenen. Maar dat is wel natuurlijk de zoektocht in dit debat, hoe zich dat verhoudt om tot een goed besluit te kunnen komen. Gaat u verder met uw betoog? Ja, voorzitter. Ik was opties aan het wegstrepen. En dan kom ik bij de volgende, namelijk dat de optie van dat externe partijen investeren in de holding van Tennet. En of het nou private of publieke partijen zijn, voor Nederland verliest daarbij wel de volledige autonomie over ons energienetwerk. En dat in een tijd van grote geopolitieke verschuivingen lijkt dat ze dat niet moeten willen. Dus die optie valt ook vrij snel weg. En dan blijft dus over dat er moet gezocht worden naar een externe investeerder voor het Duitse deel van Tennet. En dan begin ik toch echt eerst bij private investeerders. En deze optie lijkt wel wat snel door het kabinet te worden weggestreept. Vooral als ik naar de argumenten kijk. Mogelijk groeit een privaat minderheidsbelang uit tot een meerderheidsbelang. Mogelijk wordt de aansturing daardoor moeizamer. En mogelijk verdwijnen hierdoor synergievoordelen. Dat zijn wel heel veel aannames achter elkaar. Dus ik ben wel benieuwd, waar zijn die aannames op gebaseerd? Dat werd niet helemaal duidelijk uit de stukken. En is het kabinet nog wel voor een mogelijke terugvaloptie? Dat als de verkoop niet lukt, staat deze optie dan nog wel als mogelijkheid ligt die op tafel. Bijvoorbeeld als Duitsland de prijs die wij ervoor willen, voor Tennet willen hebben, niet wil betalen. Of geldt voor Duitsland eigenlijk gewoon hetzelfde, dat ook zij zeggen, ja, we willen geen private investeerders voor een publieke voorziening. Dat kan ik me natuurlijk ook voorstellen. En dat, voorzitter, brengt me op de laatste optie. Dan rond ik af, namelijk dat Duitsland zelf betaalt in het net. En ik begrijp goed dat Duitsland dan ook mede-eigenaar wil zijn. En uiteindelijk kom je dan uit op de verkoop inderdaad van Tennet Duitsland. En dan heb ik daar drie vragen bij en dan zet ik een punt. Hoe zorgen we ervoor dat de schaal- en synergievoordelen dan niet verloren gaan? Welke afspraken worden hierover gemaakt? Hoe voorkomen we dat beide Tennets gaan concurrenten worden van elkaar? Ik deel die zorg. Bijvoorbeeld door de aanschaf van machines en materialen. Of bij het zetten van standaarden. Met name rond de offshore activiteiten. En misschien wel de allerbelangrijkste politiek vraag. Wat doen we met de opbrengsten van de verkoop? Want voor de VVD is het adagium voorop niet uitgeven, maar teruggeven. En dat betekent terug naar de minister van Financiën. Niet allerlei nieuwe uitgaven hiermee financieren op andere begrotingen. Want geld uitgeven, dat doen we al genoeg. Dank u wel. Dank u wel, meneer Heijnen. Meneer Alkaia heeft een vraag voor u nog. Ja, voorzitter. De heer Heijnen zei het wel met wat voorzichtige woorden, maar het is toch inderdaad legitiem als Duitsland zou zeggen, wij willen ook zeggenschap over dat deel van onze infrastructuur. Als zij aangeven van, geef ons dan in ieder geval een voorkeurspositie, dat wij dat daar ook een voorkeur aan geven. Is de heer Heijnen het daarmee eens? Ja, zeker. Ik begrijp dat heel goed. In de weging van de opties, want je kan ook een minderheidsaandeel hebben dat je zegt, nou, dan wil ik een deelzeggenschap. Alleen wat ik begrijp uit stukken, gaat dat al heel snel uitgroeien tot een meerderheidsaandeel. En dan kom je toch weer uiteindelijk op verkoop uit. Maar dat Duitsland zelf zegt, ja, als wij die miljarden ophoesten, willen we ook eigenaar zijn. Ja, dat lijkt me vrij logisch. Ook meneer Van der Leeven nog een vraag. Ja, dat gaat toch ook even over een optie die niet is weggestreept door de VVD. Maar ten principale over de vraag, is het niet noodzakelijk om nog een hele sterke tweede optie te hebben? Al was het maar voor je onderhandelingspositie over de prijs. En de optie die ik daar graag naast zou willen zetten is de combinatie van Nederlandse staatsgaranties plus een investering van Nederlandse pensioenfondsen. Is dat niet een veel aantrekkelijker scenario? Meneer. Ik vind het sowieso goed dat je altijd terugvalopties hebt. Als je aan de onderhandelingstafel gaat, ja, ik heb hier een kleedje en aan het eind van moet ik er vanaf, dan weet je dat je er niet heel veel voor krijgt. Dus terugvaloptie, ik denk dat die private investeerders daar een belangrijk voor zijn. Je kan inderdaad pensioenfondsen daarbij bij betrekken. Die staatsgaranties is een interessante, maar ik begreep ook dat die niet risicoloos zijn. Omdat je dan wel garant staat ook weer voor die kosten. Daar hebben we net over gehad, dat ook daar bijvoorbeeld een toezichthouder kan zeggen, u moet investeren of de tarieven moeten anders. Dus een staatsgarantie is niet gratis. Maar ik hoor wel graag het kabinet of dit
dit inderdaad ook een terugvaloptie is. Want deze suggestie zat wel in de brief, maar was onvoldoende uitgewerkt inderdaad. Meneer Van der Leen, vervolg. Nou, fijn dat de heer Heijnen op dat punt met me eens is, dat het te weinig is uitgewerkt. Ja, kijk, en leven is risico nemen. Helemaal geen risico's is natuurlijk nooit aan de orde. Maar hier gaat het echt om een rendabele investering. Aantoonbaar rendabel in het verleden. En gelet op de noodzakelijke elektrificatie, weet je zeker, nou ja, nee, aan de hoogst mogelijke waarschijnlijkheid zeker, dat dit ook echt gaat renderen. En die risico's zijn toch alleszins acceptabel dan? Ja, en tegelijkertijd als we het hebben over rendabelheid, dan verwijs ik ook terug naar de kritiek die de heer Van Lee ook terecht uit, dat in het verleden misschien te weinig in geïnvesteerd is. Dus misschien was het wel rendabel omdat de investeringen te laag waren, waardoor dus nu veel geïnvesteerd moet worden. En dat legt natuurlijk ook wel een claim op de toekomstige rentabiliteit van zo'n bedrijf. Dus ik zou dus zeggen dat garantie in het verleden geen, of wat was het, resultaat uit het verleden geen garanties bieden voor de toekomst. En daar las ik wel heel duidelijk in de stukken van joh, ook naar de toekomst toe zien we ook risico's op het Duitse net. En dat meeweegt in de afweging voor verkoop. Maar dat hoor ik dan inderdaad ook nog graag van het kabinet. Een zeer terecht punt van mijn buurman. Voor we verder gaan heeft ook meneer Van Dijk nog een vraag. Ja, voorzitter. Nou, over het terugvalopties gesproken. Vindt de heer Heijnen niet ook dat we iets te veel de oren laten hangen naar Duitsland als zijnde de potentiële koper? Kijk, als je toch verkoopt, waarom verkoop je niet gewoon aan de hoogste bieder? En voor mijn part is dat aan Australië of een particulier bedrijf in China. Of, maar, weet je wel, dat moet toch niet uitmaken. Maar nu, ik ben een beetje bang dat we zo, dat Duitsland graag wil en wij zeg maar heel erg tegemoet komen aan de Duitse wens. Waardoor we dus niet de hoofdprijs krijgen uiteindelijk. Meneer Heijnen. Ja, en dan met het risico dat de heer Van Dijk dan ook zijn ziel verkoopt. Dat de Chinezen het hoogspanningsnet van onze buren gaan beheren. Ik denk dat wij daar uiteindelijk ook niet beter af zijn. Meneer Van Dijk. Voorzitter, dat maakt alleen maar onze onderhandelingspositie naar Duitsland alleen maar sterker. Als de Duitsers niet over de brug komen, dan gaat het naar de Chinezen. Dan heeft straks Duitsland heeft een Chinees hoogspanningsnetwerkbeheerder in eigen land. Ik bedoel, dan zal de Duitser veel eerder bereid zijn een hogere prijs te betalen. Dan dat wij alleen maar de enige koper die we nu hebben is de Duitser. Dus waarom zetten we niet gewoon in de etalage in de wereld en zeggen van we willen de hoofdprijs? Nou kijk, het streven naar een goede prijs voor als je uitkomt op het besluit om te verkopen, dat je daar een goede prijs voor wil, dat streven delen we. Ik weet niet of het dreigen met het verkoop van een van je cruciale infrastructuren aan de Chinezen dat een geloofwaardige dreiging is. Sterker nog, ik zou adviseren dat vooral niet te doen. Dan gaan we door naar de bijdrage van de heer Slootweg, die spreekt namens het CDA. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, en ik wil de ministers bedanken voor zeg maar, de uitgebreide antwoorden die ze hebben gegeven op de eerste feitelijke vragenronde. Voor ons als CDA staan zeg maar, een drietal elementen, maar ik heb een aantal vragen wel voorop. Volgens mij gaat het ook in de kwestie van Tennet kijken van hoe kunnen we nou de duurzaamheid, de opgave, klimaattransitie die we moeten doormaken, hoe kunnen we die nou vooruit helpen. Het tweede perspectief is dat wij heel goed begrijpen dat een gemeenschap, en dat ook de Duitse gemeenschap, enigszins beheer wil hebben over hun eigen netwerken en daar invloed op hebben. Dat is iets wat wij wel kunnen doorleven. Dat vinden we zelf belangrijk. Dus we kunnen dat ook heel goed voorstellen dat bij de Duitsers ook speelt. Het derde punt, nu we in de situatie zitten zoals we zitten, ja, dan gaat Hollandse koopmanschap, en die gaat voor mij altijd iets verder dan de platte prijs, hoe we dat nou kunnen bereiken en verwezenlijken. En daar zullen mijn vragen ook uit voortkomen. Allereerst vind ik het dan toch echt wel belangrijk om te weten van ja, wat is nou de werkelijke reden? Want soms denk je dat het niet over eigenaarschap gaat, want de reden die de Duitse staat noemt is om daarmee de energietransitie te versnellen. Maar heeft ze die zorg dan alleen bij Tennet of ook bijvoorbeeld bij 50 Hertz of andere aanbieders? En die reden lijkt erop te wijzen dat ze ook vinden, die versnelling van de transitie, dat Tennet nu treuzelt. Maar dat is natuurlijk ook niet het signaal die ik krijg, want Tennet wil volgens mij ook vooruit. Dus is de minister het eens met de Duitse staat dat alleen door verkoop die energietransitie kan worden versneld? Of zijn er ook andere redenen? En een antwoord zou ook gevonden kunnen worden in de zin die we uit de vragen halen van de Nederlandse staat zal geen Nederlands belastinggeld aanwenden om Duitse investeringen te financieren. En dan wil ik ook wel echt heel erg duidelijk krijgen waarom dit nou zo problematisch is. Want je krijgt er toch ook dividend op terug. En de terugverdientijd is 15 tot 20 jaar. Dus kunnen de ministers ons klip en klaar uitleggen wat nou eigenlijk de meest fundamentele reden is
Is dat de Duitse wens naar eigenschap? Of zit daar toch ook wel een beetje in van we kunnen die investeringsmiddelen niet voldoende naar voren krijgen? De tweede vraag, en dan sluit ik me wel een beetje aan bij de heer Van Heijnen, van als je moet onderhandelen met één partij, is dat onderhandelingstechnisch altijd moeilijk. Dus zijn er meer geïnteresseerden? En wanneer de Duitse staat of de Duitse staat via KWF de enige geïnteresseerde is, dan maakt het onderhandelingen moeilijk. Onderzoek Tennet of je de holding ook kunt verkopen tegen andere partijen die geïnteresseerd zijn. En nu kan het zoeken naar andere geïnteresseerde tijd kosten. En ook tijd is een belangrijke factor om een goede deal te krijgen. En ook is er altijd een kans dat een deal niet slaagt. Maar het uitblijven van de nodige financiering heeft gevolgen. Zowel voor de creditrating van Tennet als voor de voorgenomen projecten in het kader van de energietransitie. En mijn feitelijke vraag is, is de Nederlandse overheid bereid om een garantie te geven dat in geval de deal niet slaagt, de investeringen voor 2024 via een overbruggingsfinanciering doorgaan kunnen vinden, zodat Tennet in de gelegenheid is om de beste deal te realiseren, maar tegelijkertijd ook nog te blijven presteren. En dan onze derde vraag. Wat vragen we terug? En dat moet meer zijn dan een goede prijs. Dat is belangrijk, maar wij vinden ook dat samenwerking geborgd en versterkt moet kunnen worden. Misschien niet alleen met het Duitse deel van Tennet, maar wellicht ook met andere netwerkbeheerders. Tennet heeft onlangs een raamwerkovereenkomst gesloten met een aantal leveranciers voor een miljardenproject voor wind op zee. En is de minister met het ons eens dat een blijvende samenwerking tussen Tennet Nederland en Tennet Duitsland op dit project, maar ook steun hiervoor van de Nederlandse en de Duitse overheid als aandeelhouders, een voorwaarde voor de verkoop zou moeten zijn? En ten tweede, hoe kunnen we leveringszekerheid versterken? En is dit een factor voor de minister op de onderhandelingstafel? Dan de vierde vraag die onze fractie heeft. Wat betekent dat in de toekomst wanneer we te maken krijgen met een kleinere Tennet? Stel dat aan de samenwerking op korte en middellange termijn wordt voldaan, dan is Tennet Nederland natuurlijk wel een kleinere partij geworden. En dat hoeft niet per se een bezwaar te zijn, want een kleinere partij kan soms echt innovatiever zijn, maar je verliest wel als organisatie inkoopmacht. En bovendien is het altijd lastiger voor een organisatie die eerst groot was, om zich zo wendbaar te tonen als het op een gegeven moment kleiner is geworden. En wat heeft Tennet volgens de minister in de komende periode nodig om slagkrachtig te blijven? En mijn laatste vraag, voorzitter. Er zijn financiële implicaties. En ik vind dan toch ook wel interessant. 50 hertz, dat is voor een deel Belgisch. Is dat toch onderzocht of dat op die manier ook kan? Want volgens mij zegt de heer Van der Lee ook van ja, hoe kan je die samenwerking borgen? Is die lijn die dat Belgische Elia heeft via 50 hertz ook echt iets geweest waar beide ministers naar kijken? Of is die eigenlijk al definitief afgevallen? Dank u wel. Meneer Van der Lee heeft een vraag voor u. Ik geloof ook dat het mijn laatste vraag is. De ene laatste. Oh, de ene laatste. Oké, nou fijn te weten. Complimenten voor de vragen. En ik vond vooral de vraag over voorfinancieren interessant, omdat ik dan proef ook dat het CDA bereid is om de principiële lijn te verlaten, dat het zou kunnen om vanuit Nederland te investeren in Duitsland. En dan proef ik een verschil met de VVD, maar waarom dan niet dat ook als optie structureel doen? Is dat iets waar het CDA nog voor open zou staan? Kijk, waar ik mee begonnen ben, is dat het voor ons dat wij echt heel goed begrijpen dat je als gemeenschap, hè, als samenleving in een lidstaat zoveel mogelijk invloed willen hebben op je eigen netwerkbeheer. En ik ben niet van de school dat Noord een eigen euro die je zou moeten doen om dat te kunnen bewerkstelligen. Dat is volgens mij ook een beetje wat Elia doet, ten principiale Noord geboden zou kunnen zijn. Zeker niet op het moment dat je ook een nette dividenden voor terugkrijgt. Maar ik zou het eigenlijk toch wel logischer vinden dat je zowel Tennet Nederland als Tennet Duitsland, waarin je toch meer naar samenwerking kijkt, hoe je die stromen neerzet. Dus een soort met ijzeren brug, de mag nooit een euro, vind ik onverstandig. Maar ik zou toch veel liever in de samenwerking dat niet hoeft. Dank u wel. Dat brengt ons bij de bijdrage van meneer Nijboer namens de PvdA. Dank u wel, voorzitter. Tennet verkopen, het Duitse deel van Tennet verkopen, kan maar één keer. En ik wou even stilstaan bij hoe we hier nou volgens mij zijn gekomen, volgens de PvdA zijn gekomen. Er zijn enorme investeringen nodig, hè, in het klimaat en in het net daarom, vanwege zonne- en windenergie en andere investeringen. Hoekstra heeft vrij harde hekken gezet om Nederlandse investeringen. Dat hebben we bij KLM Air France gezien. Elke euro moest in Nederland blijven.
Dat kan niet als je in een groot gedeeld bedrijf zit. Er is een Duitse wil om de netten meer nationaal aan te sturen, die wel begrepen wordt, ook door de PvdA-fractie. En het moet nu ook nog snel, want 1 januari 2024 moet er investeringszekerheid zijn. En die mix van toch wel wat ongelukkige omstandigheden maakt nu dat dit voorgenomen besluit van de regering voor ligt. En voorzitter, ik zie eigenlijk maar twee grote voordelen. Eén is dat er geen kapitaal en geen risico's daarmee, risico's voor het Nederlands belastinggeld in Duitsland gelopen worden. Overigens zijn die risico's best te overzien, denk ik, maar die zijn er wel. Ik vond zelf wel 2/3, 1/3 voor een Nederlands staatsbedrijf altijd aan de grote kant, maar ik zie wel de grensoverschrijdende voordelen. En twee, Duitsland wil het. Ja, en dat is toch een belangrijk land en een belangrijke partner. Maar ik zie ook wel veel nadelen, als ik eerlijk ben. De strategische positie in Europa in het energielandschap. We hebben best wel veel posities al opgegeven in de liberaliseringsdrang. Daar heb je een belangrijke positie met een sterke speler. En dan geef je hem op, dat kan maar één keer. Je hebt niet meer zelf het heft in handen, ook grensoverschrijdend niet. Dat moet allemaal met agreements en mijn zus en mijn zo en memoranda of understandings en zo geregeld. En dat is toch veel minder hard dan wanneer je zelf eigenaar bent. Eufemistisch zegt het kabinet, de continuïteit in Nederland mag niet in gevaar komen. Dat me dunkt. Dat zou wat zijn. De voordelen van een grote speler, zeker in de wereld, nu er zoveel in windenergie moet worden geïnvesteerd, die geef je toch wel een beetje weg, want je knipt toch de boel op. En Duitsland achter een bedrijf is toch sterker dan alleen maar de Nederlandse overheid, hoe gewaardeerd ik de Nederlandse overheid ook heb. En dan heb je nog de splitsingskosten en de aandacht van het management van dit hele gebeuren. Die waren trouwens de afgelopen jaren al door me bezig met financiering krijgen. En Tennet was zelf ook helemaal niet tegen. Die waren helemaal niet voor. Die waren altijd trots op hun Europese positie. En die hebben nu, ze moeten het geld hebben, er moet geïnvesteerd. Dus ze doen dit maar. Maar wel contrakeur. Kortom, ik heb wel echt veel zorgen over die nadelen. En ook de beslistermijn, want het moet nu allemaal vrij snel. Want 1 januari moet dat geld op de plank liggen. Om dat zomaar te doen. Ik vraag ook aan het kabinet, krijgen we elders wat van Duitsland terug? Dus je kunt natuurlijk over de prijs en de onderhandelingspositie, die is niet zo sterk hè, als je zo snel moet. Maar krijgen we elders wat, bijvoorbeeld op spoor of op andere... Is er een strategische discussie met Duitsland geweest? Want die heeft Duitsland geopend. Die zeggen, wij willen gewoon Tennet hebben. Heeft Nederland gezegd, op andere terreinen in de publieke nutsvoorziening of op digitale zaken of weet ik veel wat, willen wij dat gesprek met Duitsland andersom ook aangaan? Voorzitter, dan kom ik op twee begrotingspunten. Ik vind het begrotingsargument echt bizar groot aangezet. We hadden altijd de afspraak, ook hier in Nederland, als je investeert, dan gaat dat niet ten laste van de begroting. Hè. Bij nationalisatie van ABN was het zo, maar ook bij KLM-aandelen. Dividend natuurlijk wel. En natuurlijk is dat in Europa begrotingsrelevant, maar dat sturen we netjes op één keer per jaar, maar daar kijkt geen hond naar. En nu wordt dat als argument gebruikt. En dat vind ik niet zuiver, want dan moeten we het de volgende keer ook doen. En dat betekent dat, zou dat ook betekenen nu, en dan vraag ik het kabinet wel, dat als ze dit verkoopt, dat ze dat niet uitzet voor dekking van tijdelijke begrotingskosten. Want dan komen er echt verkeerde argumenten in het spel over zulke soort beslissingen. Ik vind het zuiver dat als er kapitaal tegenover staat, dat daar gewoon om de begroting heen gaat. Tuurlijk moet je dekken, tuurlijk stelt het mee voor de schuld, maar niet in de lopende begroting. Blijft dat zo. En dan de rol van het parlement. Het parlement wordt betrokken. Ik vind ook dat wij op zichzelf hier goed bij betrokken worden. Maar ik vind wel een probleem dat het kabinet, en dat ligt niet aan het kabinet, dat ligt eerder aan de Kamer, dat het kabinet verregaande private overeenkomsten aan kan gaan zonder instemming van de Kamer. Dat was bij het akkoord op hoofdlijnen bij Shell en Exxon. Een miljarden deal. Mocht de Kamer achteraf op de kop gaan staan, maar dat kon gewoon gesloten. En nu kan ook. Kijk, het kabinet kan geen aandelen kopen ergens in, maar kan wel de boel verkopen zonder instemming van het parlement. Zelfs zonder voorhangprocedure. Nou vind ik dat de minister dit allemaal netjes doet. Maar ik vraag haar wel, en hem, wel. Als de Kamer bij motie zegt, we gaan dit niet doen. Voert het kabinet dat dan uit? En ik denk dat op de taak van de Kamer verder ligt om de comptabiliteitswet zo aan te passen dat er bij zulke grote privaatrechtelijke overeenkomsten, waar een groot publiek belang is, voorzitter, dat wij daar ook gewoon een instemmingsrecht bij krijgen. Maar dat is meer voor een debat in de commissie Rijksuitgaven. Dank u wel. Ik vraag wel hoe de minister daar tegenover zou staan. Die vraag had ik gehoord. En ik denk de ministers ook. Dank u wel, meneer Nijboer. Dat brengt ons bij de bijdrage van meneer Van Dijk namens de Partij voor de Vrijheid. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, sinds 2010 bezit Tennet een kwart van het Duitse hoogspanningsnet. En mijn eerste vraag is dan ook, hoe is dat nu zo gekomen? Dat Nederland een kwart van het Duitse hoogspanningsnet bezit sinds 2010. En mijn volgende vraag is natuurlijk, wat heeft dit de belastingbetaler, de Nederlandse belastingbetaler, tot nu toe gekost of opgeleverd? Want dat is natuurlijk een
cruciale vraag. Maar nu heeft TenneT het geld nodig. Veel geld voor de uitbreiding van het net. Zo'n 111 miljard voor de komende 10 jaar. Waarvan 60% bedoeld voor Duitsland. En dit betekent volgens de stukken een kapitaalstorting van minimaal 10 miljard voor Nederland en 15 miljard voor Duitsland. Kan de minister een update geven van deze bedragen? Want nog geen 2 jaar geleden spraken we over 4,5 miljard voor Duitsland en 4,3 miljard voor Nederland. En inmiddels is het opgelopen tot 15 miljard, respectievelijk 10 miljard. Dus hoe is het mogelijk dat je in maart 2021 het hebt over 4,5 miljard, in november 2022 over 11 miljard en inmiddels over 15 miljard voor Duitsland? En hetzelfde geldt voor Nederland. Dat was in september vorig jaar nog 9,3 miljard. En in november, nog geen 2 maanden later, is het 6,1 miljard. Opeens 3 miljard minder. Hoe is dat mogelijk? Waar zijn die veranderingen op gebaseerd? Is mijn vraag. De minister onderzoekt nu de voorkeurscenario om een TenneT Duitsland volledig te verkopen. Mijn vraag is dan ook, in het begin, wat ik zei het al, hoe staat het daarmee? Hoe lopen die onderhandelingen? En onder welke voorwaarden is de minister bereid te verkopen? En hoe wordt TenneT Duitsland dan losgeknipt van TenneT Nederland? En hoe vindt deze ontvlechting plaats? En welke kosten zijn met deze splitsing? We zijn eraan verbonden. En hoe wordt de inboedel verdeeld, de activa, de schulden? Ik lees dat de TenneT heeft een eigen vermogen van bijna 8 miljard... en een vreemd vermogen van 25 miljard. Welk deel gaat dan naar Duitsland? Welk deel blijft dan in Nederland? Ik heb geen idee. Dus interessant is natuurlijk hoe die ontvlechting plaats gaat vinden. En mijn volgende vraag is dan ook, wat voor alternatieve scenario's zijn uitgewerkt? Want het is nu wel heel erg alle ballen op een volledige verkoop aan de Duitse staat. Maar ik vind dat we inderdaad serieuze andere scenario's klaar moeten hebben liggen. Zoals dat verwateringsscenario, dat de Duitse staat langzaam een meerderheid verwerft. Of het offshore scenario, dat offshore blijft samen en onshore wordt gesplitst. Kan ook interessant zijn. Of de terugvaloptie waarbij de kapitaalbehoefte van 15 miljard voor Duitsland wordt opgebracht door private investeerders. Hoe moet ik dat zien, is mijn vraag. Gaat het dan via COCO's of achtergestelde obligaties of aandelenuitgiften aan private investeerders? En klopt het dat er in de afgelopen jaren 21 miljard is geïnvesteerd in TenneT Duitsland? 21 miljard. Wat is dan een marktconforme prijs voor TenneT Duitsland? Want er zit dus al 21 miljard sowieso in. Uit de tabel blijkt ook dat TenneT een 0,5 miljard winst boekte vorig jaar en het jaar daarvoor. Terwijl in de kranten lees ik dat ze bijna 1 miljard verlies hebben geleden. Hoe is dat te rijmen met elkaar? Hoe kun je nou 0,5 miljard winst maken volgens de boeken? En in de kranten staat dat ze bijna 1 miljard verlies hebben gedraaid. En klopt het dat de huishoudens dit jaar bijna 30% meer zijn gaan betalen voor de kosten van het netbeheer? En hoe wordt dit volgend jaar als de gigantische prijsstijgingen van 2022 worden doorberekend? Wat kunnen de huishoudens nog meer verwachten? Tot slot, voorzitter. Ik weet niet hoeveel tijd ik nog heb. TenneT maakte een paar weken geleden bekend dat ze voor 23 miljard euro 11 stekkerplatforms gaan bouwen in de Noordzee. Ik heb er nog niemand over gehoord. Dit megaproject wordt gegund aan 5 internationale bedrijven. Maar geen enkel Nederlands bedrijf is hierbij betrokken. Dus er wordt 23 miljard uitgegeven door TenneT in overheidshanden. En het gaat allemaal, het geld gaat allemaal naar Japanse, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Singapore, noem maar op. Dat soort bedrijven wordt het dan uitgedeeld. En zelfs 3 van de 11 platforms worden gebouwd in Duitsland. Was het niet slimmer geweest om daarmee te wachten totdat TenneT verkocht is aan Duitsland, voordat je weer miljarden gaat uitgeven aan 3 platforms ten behoeve van Duitsland? En helemaal tot slot, hoe wordt die 23 miljard uiteindelijk gefinancierd? Want kennelijk is het al getekend, dat contract, en toegezegd. En ik vraag me af, waar zit die 23 miljard vandaan halen? Dank u wel. Dank u wel, meneer Van Dijk. Meneer Van Wijnberg heeft een vraag voor u. Ja, voorzitter, ik sla op het slotstukje van het betoog van de heer Van Dijk. Ik hoor eigenlijk bijna de hele voltallige Kamer tot dit moment zeggen van even los van hoe je er nou in staat, borg de samenwerkingsvoordelen. En dan hoor ik de heer Van Dijk, die eerst het al aan de Russen of aan de Chinezen wilde verpatsen, nu eigenlijk zeggen, nou had dat maar even gewacht met de klimaattransitie. Begrijp ik hem nou goed? Nou, ik heb niet gezegd aan de Chinezen verpatsen. Ik heb gezegd, waarom niet aan de hoogste bieder? En waarom alle ballen op Duitsland? Dat vind ik niet slim. Ik bedoel,
Ik neem aan dat we hier allemaal in het Nederlands belang zitten. En dat we allemaal een goede prijs willen hebben voor Tennet. Dus als je meerdere aanbieders hebt, of dat je in ieder geval in de onderhandeling kan zeggen van luister Duitsland, hier, je kan het kopen voor zoveel. Maar ik heb ook een andere koper. Ik zeg niet wie het is, maar dan zet je toch veel meer druk op die onderhandelingen en krijg je een hogere prijs. Maar ja, dat is een kwestie van onderhandelen. Ik weet niet of de heer Van Weyenberg daar ervaring mee heeft. En wat betreft de energietransitie. Die energietransitie, die geldt. Wij hoeven niet de energietransitie voor Duitsland te financieren. Dus waarom zitten wij nu een commitment aan te gaan voor 3 platforms ten behoeve van Duitsland, terwijl we op de valreep bezig zijn om het ten Duitsland te verkopen? Dan zeg ik, concentreer je even op die 8 platforms voor Nederland. Die zullen wellicht belangrijk zijn, maar ga niet nu al commitments doen voor Duitsland. Want dan moet je maar zien dat je het straks terugkrijgt van Duitsland. Dus de laatste vraag van meneer Van Weyenberg. Ja, maar voorzitter, je gaat natuurlijk juist door. En dit heeft gewoon natuurlijk weer impact op hoe zo die boedel eruit ziet die je dan zou scheiden. Maar toch wel even, voorzitter. Ik kan persoonlijk prima opschieten met de heer Van Dijk. Ik kom niet op zijn verjaardagen. Maar het dreigen met de Chinezen om een betere prijs te doen is toch een beetje. Weet je, zeg dat je een uitstekend huwelijk hebt, maar dat je als je vrouw niet beter gaat koken, dat je je minnares neemt. Wat is dat nou voor een vorm van met elkaar omgaan in een normale relatie? Ik ga een beetje dreigen met iets bizars in de hoop dat u. Ik weet wat ik zou doen als de Duitsers. Dan weet ik 1 ding zeker. Ik zou Nederland helemaal uitkleden in die onderhandelingen. Uw vraag, meneer Van Weyenberg. U hoeft niet te reageren. Nou ja, ik hoor dat geen vraag. Ja, zo doet het zo goed thuis. Maar voor me. Dat interessant inkijken. Kijk, of ik. Ja. Kijk, dat hele Chinezen, dat wordt me weer in de mond gelegd. Ik heb gezegd, zorg dat je in de onderhandelingen terugvalopties hebt. Wellicht een andere partij. Om een goede prijs te krijgen. Dat is het enige wat ik zeg. En als de heer Van Weyenberg zegt van nee, dat gaan we niet doen. Want dan krijgen we van de Duitsers sowieso. Ik zou als Duitser zeggen, als ik de enige partij ben, dan krijg je niet de hoogste prijs. Dus dat is gewoon een strategie. De strategie die ik voorstel. Om te zeggen van kijk goed naar welke prijs je wil. En kijk goed of je dat kan krijgen van een Duitsland of wellicht van een andere. Dus dat is mijn idee. En dreig je met de Chinezen? Nee, ik dreig niet met ze. Ik dreig goed, wellicht. Goed, leest u de handelingen er allebei op na? Dan kunnen wellicht met een andere partij. Goed. Meneer Van Dijk, klaar is het. Uw bijdrage. En u, oh ja, als u de microfoon uitzet, dan vraag ik meneer Elkaya om die van hem aan te zetten voor zijn bijdrage namens de SP. Ja, voorzitter. Het beheer en exploitatie van wat overduidelijk vitale infrastructuur is, zoals het hoogspanningsnet, behoort wat de SP betreft altijd in handen van democratisch gekozen overheden te zijn. De kapitaalbehoefte van Tennet is duidelijk, maar de verkoop van het Duitse deel aan een privaat bedrijf om aan deze te voldoen, of het deelname van een privaat bedrijf in de holding, zal daarom nooit op de steun van de SP kunnen rekenen. En gelukkig lijkt dat ook niet de route te zijn waar het kabinet voor kiest. Maar kan het kabinet inmenging van private commerciële belangen ook helemaal uitsluiten? Er moeten lessen worden getrokken uit de verkoop van energieopwekkingsbedrijven. Het afgelopen jaar werd duidelijk hoe weinig grip de overheid heeft op de energievoorziening en hoe belemmerend dat werkt in een crisissituatie. Voor de energieinfrastructuur geldt net zo goed dat wij grip moeten houden. Bijvoorbeeld om de energietransitie te versnellen of bij te sturen wanneer dat nodig is. En de wens van de Duitse staat om meer invloed te krijgen binnen het deel van Tennet in hun eigen land vindt de SP dan ook volledig legitiem. En Duitsland is bovendien een betrouwbaar en belangrijk buurland met een sterk democratisch bestel. En dit alles bij elkaar opgeteld maakt de optie van een volledige verkoop van het Duitse deel van Tennet het juiste om te doen wat ons betreft. En dat daarbij een redelijke prijs wordt gevraagd is logisch, maar een opstelling zoals die van de PVV het onderste uit de kan willen halen lijkt ons onverstandig. Deelt het kabinet de mening dat daarbij een directe en volledige overgang, waarbij wij zelf volledige zeggenschap houden over onze eigen infrastructuur in Nederland, de voorkeur verdient om complexe bestuur- en overlegstructuren te vermijden? Als uitlokking, meneer Elkaya. Meneer Van Dijk. Ja, voorzitter. Zoals de PVV. Dus de heer Elkaya wil niet het onderste uit de kan. Die zegt van nou, als de Duitsers ons een paar miljard geven, dan is het goed. Terwijl het misschien 50 miljard waard is het bedrijf. Dat is toch een belachelijke opstelling. We zitten hier toch in het Nederlandse belang. We willen toch maximaal scoren voor de Nederlandse belastingbetaler. Waarom geeft hij niet gratis weg aan de Duitsers? Zullen we dat doen? Meneer Elkaya.
Voorzitter, ook dat is inderdaad een onverstandig voorstel van de PVV. Ik vind dat het Nederlandse belang het beste geborgd is als wij goede afspraken met onze buren maken over zulke belangrijke voorzieningen. En daar kom ik straks op. En daar kan bijkomen dat je misschien het niet verkoopt aan de hoogste bieder. Wat, ja, of een Chinees bedrijf kan zijn, maar ook een Amerikaanse investeerdersbedrijf. Dat maakt niet zoveel uit. Maar een privaat commercieel bedrijf, waar je volgens mij niet zo goede afspraken mee kunt maken. Als gewoon je buurland, die ook uit is op de energietransitie en zo goed mogelijke dienstverlening aan hun eigen bevolking. Waar je volgens mij, zoals de minister ook in de introductie aangaf, ook die afspraken vooraf kunt vastleggen in een Memorandum of Understanding, zoals dat heet. Dat lijkt me meer waard voor de Nederlandse samenleving dan een miljard extra. Meneer Van Dijk, in tweede. Ja, maar kijk, ik zeg niet dat ik het niet aan de Duitsers wil verkopen. Ik zeg alleen, in de onderhandelingen met de Duitsers wil ik wel proberen het maximaal eruit te halen. En ook met die afspraken en die synergievoorbeelden, voordelen en die... En, alles, dat hele pakketje, natuurlijk wil ik dat ook. Maar ik zeg alleen, het is een beetje raar om hier nu al als Kamer te zeggen van nou, u hoeft niet de onderste uit de kant te halen. Want het onderste uit de kant voor de Nederlandse belastingbetaler is het gunstigste. En het hoeft niet ten koste te gaan van dat we dat dan liever aan iemand anders verkopen. Dat zeg ik niet. Ik zeg alleen, in de onderhandelingen moet je proberen met de Duitsers wel een goede maximale prijs te bedenken. Meneer Okaya. En dat ben ik toch met me eens, hoop ik. Nee, voorzitter, daar ben ik het niet mee eens. En dat wil ik benadrukt hebben. Ik denk dat dit anders is dan het verkopen van een auto. Zoals de meneer Van Dijk een onderhandelingsproces in zou gaan. Daar zou je inderdaad zo'n tactiek kunnen toepassen. Maar ik denk dat als je tot goede afspraken met de buurland wil komen over vitale infrastructuur, dat dit niet de juiste opstelling is. En daar verschillen wij van mening over. En het kabinet mag daar mee doen wat ze willen. Zal ik vervolgt uw betoog. Voorzitter, ik zou het kabinet willen opdragen om bijvoorbeeld lessen te trekken uit Air France KLM. En dan wil ik doorgaan op mijn vraag of het de voorkeur ook van het kabinet geniet om een directe en volledige verkoop aan de Duitse staat te gaan. En dus niet een soort joint venture te hebben. Want in Air France KLM zijn zowel Nederland als de Franse overheid aandeelhouders. En we hebben allebei niet echt de zeggenschap op momenten die het ertoe doet. En dat hebben we gezien bij de bonusdiscussie bijvoorbeeld van de topman van KLM. Of Air France KLM, waar wij als Kamer in meerderheid over hebben uitgesproken, dat willen wij niet. Want dat is een bedrijf dat staatssteun krijgt, nota bene. Dan is zo'n bonus niet gepast. De Nederlandse staat heeft in de aandeelhoudersvergadering tegengestemd en toch is het er gekomen. En zulke situaties zouden wij gewoon willen vermijden als het gaat om Tennet. Voorzitter, staatsbedrijven en staatsdeelneming dienen wat ons betreft sowieso hun activiteiten primair te richten op het land van herkomst. En daarmee voorkomen we dat bedrijven met staatssteun zich in ongewisse avonturen storten. En daar hebben we helaas voorbeelden van. En de SP is daarin dus consequent. Het werkt beide kanten op. Dat betekent dat idealiter buitenlandse staatsbedrijven ook niets te zoeken hebben in onze vitale infrastructuur. Maar ook dus dat Nederlandse staatsdeelnemingen hun kerntaken uitvoeren in Nederland en niet meedingen naar marktaandeel in buurlanden. Het zijn wat ons betreft geen markten, dat soort vitale infrastructuur. Dat is vitale infrastructuur waar, als een samenleving daar grip op wil hebben, dat ze dat recht wat ons betreft hebben. Dat is een legitieme wens. Een verkoop van het Duitse deel van Tennet hoeft wat ons betreft niet te betekenen, dat heb ik zojuist al aangegeven, dat er geen sprake meer kan zijn van samenwerking. Tussen goede buren kan er natuurlijk uitwisseling van kennis en kunde plaatsvinden. Dat moet ook gebeuren wat ons betreft. En het is dan wel van belang dat die goede relatie bewaakt wordt en dat we dus geen concurrenten van elkaar worden. En ziet het kabinet en zien de ministers ook die risico's, bijvoorbeeld als het gaat om de werving van schaars technisch personeel, en zeker in de grensregio's. En worden afspraken over al dit soort zaken dan ook gemaakt in zo'n memorandum of understanding? Is dat een voorwaarde voor de verkoop? Dat lijkt mij dus van groot belang, veel belangrijker dan de prijs die we daarvoor krijgen. Dan tot slot, voorzitter, de transitie van fossiele naar duurzame energie is in ons land ook een belangrijke opgave. Het gaat ook gepaard met belangrijke investeringen die gedaan moeten worden. Dus de opbrengst van de verkoop moet daarom ook volledig worden gestoken in de oplossing van knelpunten bij de energietransitie. Is het kabinet daarmee eens? Dank u wel. Dank u wel, meneer Alkaar. Dat brengt ons bij de bijdrage van meneer Van Wijnberg namens D66. Ja, voorzitter, dank u wel. Best wel bijzonder. Ik zat naar de heer Alkaar te luisteren en ik dacht, dat is echt 90% mijn inbreng. Dat hebben wij als het over marktordening gaat vaker niet dan wel, zeg ik dan maar. Maar vind ik toch ook wel interessant. En voor D66 is dit geen budgetair dossier. Totaal niet zelfs. We staan aan de, nog maar misschien aan het begin van een gigantische energietransitie
die heel veel gaat vragen van onze elektriciteitsnetwerken. En aan het eind van de dag komt dit dossier voor mijn fractie maar op twee dingen neer. De eerste is dat er een bondgenoot, een belangrijke Europese partner, zegt: ik wil zeggenschap over mijn eigen net. Om daar zelf in te investeren, om daar zelf zeggenschap over te hebben. Dat vinden wij in Nederland heel vanzelfsprekend. En dan vind ik het ook gewoon een redelijke vraag van de Duitse collega's van deze twee Nederlandse ministers, dat ze deze vraag bij Nederland niet hebben gelegd. En ja, daar komt van alles achter vandaan, ook over: is Nederland bereid te investeren? Ik vond dat daar de heer Nijboer en de heer Slotweg dingen zeiden die ik ook vind. Ik vind in logica dat je in je eigen netwerk investeert ook. Maar ultiem is dat voor mij absoluut gewoon nu niet de doorslaggevende factor. De vragen over de Europese regels die de heer Van der Lee stelt, die heb ik op zich ook. Ik bedoel, dit is gewoon een investering. Waarom wordt dat eigenlijk op deze manier geboekhoud? Maar hij is voor mij een interessante vraag, maar hij staat los van de hoofdafweging die mijn fractie nu op dit moment meent te moeten maken. Namelijk, zijn wij bereidwillig om mee te gaan met deze wens van onze Duitse vrienden? En dan ga ik ervan uit dat ze dit overigens inderdaad voor al hun netten in gesprek zijn. Want dat vind ik valide. Maar als onze Duitse buren zeggen: wij willen daar weer over gaan, dan is de basishouding van D66-fractie dat we daar in willen meedenken. Natuurlijk hoort daar een nette marktconforme prijs bij. Maar daar hoort zometeen ook vooral nog iets veel belangrijks bij, namelijk de afspraken over hoe je de samenwerking houdt. Want voor u verder gaat, meneer Van Wijnberg, eerst een vraag van meneer Nijboer. Dank, voorzitter. Ja, ik heb dezelfde houding eigenlijk wel richting Duitsland, hoor. Maar ik vind Duitsland qua energiebeleid ook best wispelturig geweest de afgelopen jaren. En dan, om dan op één moment, dit kun je maar één keer doen. En het is wel een heel groot, het is niet even een kleine brug over waar een boot tegenaan is gevaren en moet opgelost. Weet hier van Wijberg toevallig alles van. Hoe moeilijk dat dan soms gaat aan de andere kant. Het is wel enorm. Hè? Dus je hebt wel iets enorms wat je bij Duitsland in tegemoet komt, voor onbegrijpelijke redenen. Maar zou daar niet ook politiek strategisch iets tegenover moeten staan? Iets wat Nederland ook op hetzelfde soort terrein van Duitsland kan verwachten? Want ja, ik vind het wel een beetje makkelijk om te zeggen: ja, we gaan hierin mee. En dan hopen we maar weer dat ze de volgende keer, als wij dat willen, ons goed gezind zijn. Dan ben je maar net afhankelijk van de regionale politiek daar. Dit vind ik gewoon een hele valide vraag. Want eigenlijk zegt de heer Nijboer: wij zijn een goede buur, maar hoe waarborgen we dat twee kanten opwerkt? En ik moet zelf even denken aan het feit dat we toch nogal wat langer aan het wachten zijn op het Duitse deel van de Betuwe-route. Om gewoon maar eens een willekeurig voorbeeld te noemen waar ik toevallig in het verleden ook nog wel eens wat mee heb mogen doen. Dus ik vind de vraag van de heer Nijboer, dat vond ik gewoon een hele valide vraag. Niet in een soort, maar zo bedoelde de heer Nijboer het ook niet, voor wat hoort wat achtige handjeklap. Maar wel van, hebben we nou een strategisch andere punt die dit eigenlijk het hele goede moment maken om dat gesprek dan met de Duitsers aan te gaan. En dat, we werken heel veel samen met Duitsland, ook op Defensie bijvoorbeeld, bij de landmacht. Dus ik vond dit gewoon een hele terechte vraag waar ik me van harte bij aansluit. Ik moest aan spoor denken, maar dat is misschien toevallig een domein wat ik iets beter ken. Maar deze vraag stel ik aan het kabinet, want het is een goed moment om ook zo'n punt nog eens onder de aandacht te brengen. Dat werk ik erg met de heer Nijboer eens. Meneer Slootweg heeft ook nog een vraag. Ja, ik heb het grote lijnen volg ik de heer Van Wijnberg wel. En misschien is het omdat zijn natuurlijke houding altijd een beetje toch nog meer open is naar Europese partners dan die van mij. Maar ik merk zelf wel dat ik ook wel toch een lichtelijke irritatie heb als het gaat over hoe Duitsland zich verder opstelt. Van ja, er is eigenlijk maar één vorm mogelijk: verkoop van tennis. En zou stel, hè, dat die mogelijkheid toch op tafel kan van meer gedeeld eigenaarschap. Zou dat ook een weg zijn waarvan de heer Van Wijnberg zegt van ja, nou, dat is voor ons ook bespreekbaar. Of heeft hij zoiets van ja, nu de keus zo gemaakt is er eigenlijk maar één oplossing en dat is een Tennet Nederland en een Duits deel wat gewoon naar Duitsland gaat en zie maar wat je ermee doet. Meneer Van Wijnberg. Ja, het kabinet heeft een aantal scenario's overwogen. Hè? En scenario's met een verkoop aan een private partij, hè? Nog even los, of misschien wel andere, nog derde landen. Ja, dat snap ik goed dat het kabinet zegt dat het is niet de hoofdroute. Ik ben over het algemeen bijvoorbeeld ontzettend fan van bijvoorbeeld pensioenfondsen laten participeren. Maar volgens mij voldoet dat nou helemaal niet aan de kernvraag van de Duitse overheid. We willen graag regie over ons eigen netwerk. Waar ik wel aarzelingen bij had, ik heb ook naar al die mengvormen zitten kijken. Want aan de ene kant denk ik, nou, dat biedt de kans om één bedrijf te houden.
budgetair is daar voor mij eigenlijk niet echt een punt. Maar ik heb, en daar was ik, dat is een van de punten van het betoog van de heer Alkaya, wat men wel aansprak. Allemaal hele ingewikkelde verhoudingen, waarin je misschien wel met minderheidsposities komt met Duitsers in joint ventures of zo. Ja, nou ja, de ervaringen met Air France KLM, ik denk niet dat veel van ons hier zeggen, nou, dat moet, let's do that again. Dus daar heb ik wel zorg. Kijk, tegelijkertijd, de heer Sloot, zeg maar, eigenlijk de kern is dat van wat de heer van de Lee ook zei. Ik doe het even in het Engels. You don't know what you've got till it's gone. Hè? Je kunt dit één keer doen, zei de heer Nijboer. Dus de randvoorwaarden op de inhoud, die vind ik heel erg belangrijk. Want ik snap de aarzelingen. Dat is ook meteen eigenlijk mijn tweede punt van mijn bijdrage. Voor hele ingewikkelde mengvormen in de zeggenschap. Maar wat we niet kunnen hebben, is twee losse, los van elkaar opererende staatsbedrijven die misschien tegen elkaar inwerken en waarbij wij voordelen verliezen, bijvoorbeeld in de inkoopmacht. Nou, het ging net over die laadpalen op de Noordzee. Nou, een aantal van de collega's hier is ook zelfs klimaatwoordvoerder, maar ze weten daar veel meer van dan ik. Maar dat is een schaarse markt. Er zit iedereen om te knokken om die dingen. Dan helpt het als je die inkoopmacht samen met de Duitsers doet. Dat is nou typisch zo'n punt waarvan ik wel wil weten dat dat heel goed kan worden gewaarborgd in afspraken. Want je hoeft geen eigendom te hebben om te kunnen samenwerken. De treinen die de grens overgaan, gaan ook van Nederlands naar Duits spoor over. Maar je moet wel zorgen dat het gebeurt. En je moet er dan over de Thalys en andere dingen afspraken maken tussen landen. Dus mijn grote hoofdvraag is, en dat is voor mijn fractie wel echt een randvoorwaarde om hier mee te kunnen instemmen, is dat de samenwerkingsvoordelen, zowel in de synergie, maar zeker ook in het geopolitieke onderhandelen en de inkoopmacht, dat die blijven. Kun je vanuit Europese regels, is mijn vraag aan het kabinet, want dan ga ik gewoon wel, kijk net in naar de Slotweg, maar kun je nou waarborgen, ook in de Europese aanbestedingsregels, dat je samen de markt op mag als twee landen, of krijg je dan opeens Europese beperkingen? Dat zou ik wel willen weten, dat is gewaarborgd. Want dat is voor mij heel belangrijk, dat je samen kunt blijven en wil gaan kopen. Want als een grote Duits bedrijf en een kleine Nederlands bedrijf moeten gaan concurreren op prijs, dan gaat het mis. Ik heb de indruk dat u uw inbreng alweer aan het vervolgen bent. Ja, sorry, voorzitter. Het is wel een heel lang antwoord. Ik keek u aan, met ik ga door, zei ik net. Maar vraag van meneer Slootweg. Ik kijk even naar meneer Slootweg of die behoefte heeft aan een puntige aanvulling. Ik heb het idee dat heer Van Weyberg mijn vraag voldoende beantwoord heeft. Ja, maar meneer Van der Lee heeft ook ik was zelf al doorgegaan, maar ja, ik ben helemaal bekend dat het daar niet af, dat het zo niet werkt. Wacht u even, meneer Van Weyberg, want meneer Van der Lee heeft ook een vraag. Ja, toch nog even, volgens mij is het mijn laatste, maar even over de relatie met Duitsland. Kijk, in een goede relatie durf je ook kritiek te geven. En is het ook heel goed om kritiek te geven. En als je kijkt, u had het zelf over de geopolitieke ontwikkelingen, maar ook naar de energiemix in Duitsland. En de opgave die daar ligt, is de opgave niet op elektrificatie, waar een uitstekende netbeheerder het belangrijkste deel van Duitsland tot in het noorden via het Ruhrgebied in het zuiden verbindt, om daar euro's aan uit te geven, om die in eigen handen te krijgen. Hun grote opgave ligt op de warmtevraag. Hoe kom je van de afhankelijkheid van gas af, zeker Russisch gas, en hoe ga je die bruinkolenmijlen sluiten? En daar moeten de euro's van Duitsland naartoe gaan. En niet miljarden uitgeven aan Nederland. Dat is een verkeerde prioriteit en dat moet je in een goede relatie duidelijk kunnen maken aan je buurland. Is de heer Van Weijgaarden dat niet met mij eens? Van Weijenberg, ja, meneer Van Weijenberg. Ja, voorzitter, ik merk dat de kritiek op de Duitse minister van Energie breder is dan alleen als het gaat om de aankoop van Tennet. Maar ik ben het over bijvoorbeeld de afhankelijkheid van bruinkool natuurlijk volledig met hem eens. Alleen hij maakt hier nu een soort tegenstelling. Alsof je alleen maar of alsof je niet kunt investeren in het netwerk en tegelijkertijd iets aan een grote transitie moet doen waar de Duitsers nog een grote opgave hebben. Maar ik vind elke kritiek die ik heb op bruinkoolcentrales, ik denk dat de heer Heijnen nu heel graag zou willen interrumperen dat het komt door de sluiting van de kerncentrales. Die discussies zou ik eigenlijk niet willen opmengen met een discussie over het feit dat zij gewoon over hun eigen net willen gaan. En in alle eerlijkheid, de heer Van der Lee en ik zijn hier denk ik de twee meest pro-Europese partijen die hier aanwezig zijn vandaag. Maar als een land gewoon zegt, wij willen dat zelf doen en we gaan met jullie wel zorgen dat we alle winst van de samenwerking behouden, vind ik daar nee tegen zeggen. Gewoon echt heel ingewikkeld, ook in die goede samenwerking. Dus natuurlijk moet je elkaar de waarheid vertellen. Ik merk dat de heer Van der Lee daar zelfs een heel lang gesprek voor gaat nodig hebben met zijn Duitse collega's. Maar ik vind het gewoon wel een schijntegenstelling. Ik vind het feit dat ik kritiek heb op andere elementen niks afdoet aan een wat mij betreft begrijpelijke vraag waar ik een positieve grondhouding over heb, om over je eigen netwerk te gaan. Vervolgt uw betoog, meneer Van Weyenberg. Dank, voorzitter. Ik had het over die randvoorwaarden die wel moeten worden geborgd. De eerste was de opkoop en de inkoopkracht. Want als je tegen elkaar gaat concurreren op schaarse materialen,
Ja, dan maakt Duitsland misschien nog wat meer indruk dan Nederland. Dan ga je achter het net vissen. Dat willen we allemaal niet. Het is een van de drie eisen van het kabinet. Maar die afspraken moeten wel echt hard zijn. En niet dat we over 2 jaar blijkt dat het eigenlijk op papier er leuk uitzag, maar dat in de praktijk wij achter het net vissen. Want daar is dit veel te belangrijk voor. Dit ben ik volledig met alle collega's eens. Graag daar meer toelichting op. Ook over hoe dat gesprek dan eigenlijk loopt. En waar het wordt dan aan gedacht om dit te waarborgen. Over de continuïteit van de operationele activiteiten zijn we het snel eens. En over een goede marktconforme prijs. Ja, dat vind ik ook horen bij goed nabuurschap. Dat je gewoon betaalt wat het waard is. Dat is dus het onderste uit de kan. Nou, een hele goede prijs, maar daarna miljarden per jaar meer kwijt zijn als Nederland, omdat we allemaal synergievoordelen kwijt zijn en onze energietransitie zelf in de problemen komt. Ja, dat is ook pennywise pound foolish. Sorry voor het Engels, voorzitter. Dat moet je ook niet doen. Dus op die waarborgen ben ik wel nieuwsgierig. Want ik hoor heel erg, Tenet is in gesprek. Maar dit vind ik ook wel gewoon staatszaak. Want in die zin is dit gewoon... Dit is van de Nederlandse staat. Dat hebben we expres gedaan. Dus die waarborgen moeten wat mij betreft ook wel politiek op regeringsniveau keihard verankerd worden. Dit vind ik meer dan een zaak tussen twee partijen, twee staatsdeelnemingen die daar afspraken over maken. Hoe gaat die politieke borging eruitzien? En ik maak mij met de heer Nijboer, en dan ben ik klaar, voorzitter, wel een beetje zorgen over het tijdpad. We staan wel onder grote druk. En hoe voorkomen we dat als dingen langer duren, dat we ongelukken krijgen in de transitie? Of toch dat er te snel dingen gebeuren waar we later spijt van krijgen? Dank u wel. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de eerste termijn van de zijde van de Tweede Kamer. Het is ook een beetje een soort van lunchtijd. Ik kijk eventjes naar de beide ministers, hoe lang zij tijd nodig hebben om hun eerste termijn voor te bereiden. Maar dacht u al, als u denkt lunch en voorbereiden? Ja, ik zit dan snel aan 40, 45 minuten schorsing te denken. Half uurtje goed. Nou dan, dat is voor ons ook goed, hè? Ja, ik zie je alom instemming. Dan gaan wij, ik rond wel even af. Gaan wij om 13:30 weer verder met de eerste termijn van de zijde van het kabinet. Tot straks.